Yo, what's poppin'? Welkom bij deze nieuwe vlog. En ik zit hier naar iets heel aparts te kijken. Like de video trouwens. Moet je nagaan hoeveel moeite het mensen kost om een kerstboom weer leeg te halen. Deze kerstboom staat er nog steeds lang naar kerst. Maar vandaag halen ze of takelen ze hem dan toch eindelijk af. En ze zijn hier dus schijnbaar al anderhalf uur bezig met alleen al die lichtjes en versieringen uit de boom te krijgen. Moet je nagaan hoe lang dat duurt bij die supergrote kerstbomen in bijvoorbeeld attractieparken of winkelcentra's. Bizar. Nou jongens, de taxi gang is aanwezig. 1, 2, 3, 4, 5. Overal taxis. En alsnog zijn ze allemaal bezig met mensen vervoeren. Zo druk is het hier. Weet je wat echt veel tijd gaat kosten voor mensen om helemaal weer te ontlichten? Al deze bomen hier. Je ziet er hier alleen al drie staan, maar het gaat helemaal achter daar nog door. En daar is ook nog een hele rij. Ik denk echt dat ze hier dagen mee bezig gaan zijn. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die eraan werken, maar alsnog, het is echt bizar, want het gaat daar zelfs nog door met andere kleuren. Oh, wacht, nee, het verandert van kleur. Jongens, magische regenboogbelichting. In dit winkelcentrum hebben ze een zogeheten krijtmuur. In dat bakje heb je krijtjes liggen en je mag hier tekenen en schrijven wat je zelf wilt. Het mag literally alles zijn. En het lijkt mij een leuk idee dat Jaehoon voor mij een boodschap gaat achterlaten en ik voor hem. We steunen elkaar door dik en dun. En natuurlijk een smiley. Dat is mijn boodschap voor de enige echte Jaehoon-meister. Maar nu moet jij voor mij een boodschap achterlaten, Jaehoon. Snel, pak een krijtje, pak een krijtje, pak een krijtje. En laat eens even weten wat je over deze kleine jongeman denkt. Ik ben heel benieuwd. Jaehoon is klaar. Wat staat er? Kabouter. Wat? Kabouter. Er staat kabouter. Ja. Lieve boodschap, Jaehoon. Super nice. Oké, Jaehoon, we gaan een leuke challenge doen. Er is daar een speelgoedwinkel. En de challenge luidt: jij moet een superleuk cadeautje vinden voor mij en ik voor jou. Maar het mag maximaal 1 euro kosten. 1 euro? 1 euro. En de persoon met het leukste 1 euro cadeautjes mag beide speeltjes aan het einde van de vlog houden. Job, de 1 euro is zo weinig. En daarom is het een heuse challenge. Jongens, dit was perfect geweest, maar hij kost helaas 3 euro. Jongens, ik wou eigenlijk voor deze puppy gaan. Alleen 1, hij kost 5 euro. En 2, hij lijkt misschien iets te veel op Jaehoon. Straks weet ik niet meer wie de echte is. Woef woef. Deze is van Professor Vuurwerk en het is een super epische mega vuurwerkbom. Maar helaas, hij kost 1,80. Een freaking Iron Man of Groot die gewoon je skittles vasthoudt. Ik had het graag voor Jaehoon gekocht, maar 1 euro, dat kost hij niet. Ik weet eerlijk gezegd niet echt of dit die opslaggalerij is, maar hey, een mooie gouden pen, zou het kunnen worden? Een stuk duurder dan 1 euro. 20 keer duurder om precies te zijn. Maar wat is dit een episch masker? Hoe zou die mij staan? Oh, ik heb denk ik mijn make-up niet goed gedaan. Deze baby lijkt een beetje op Job, maar 1 euro verder van. Een Pokeball knuffel. Dat is eigenlijk meer een cadeautje voor mij dan dat het een geschikt cadeautje voor Jaehoon is. Dit is perfect voor Jaehoon. 13 euro. Nou ja, ook hier lijkt hij sprekend op. Ik moet hier eigenlijk een knuffel van 1 euro vinden. Al denk ik niet dat dat mogelijk is. Te duur. 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 Op de kop en te duur. Ja jongens, deze kost 1 euro. Ik denk dat ik dit wel moet winnen. Ponysmaak. Ik zoek al de hele tijd een muis, maar er is geen één met Job zijn naam. Het moet echt een muis zijn, maar die met Job zijn naam, die is er niet. Sorry pony, maar ik denk dat ik een beter euro cadeautje heb gevonden. Mwahaha, perfect voor Jaehoon Meister. Jongens, ik heb een steen gevonden waar een diamant in zit en waar Job hem zelf uit kan halen. En dat voor 1 euro. Oké jongens, het moment is daar. We hebben de cadeautjes voor elkaar gekocht. 1 euro? 1 euro. 1 euro. Nou, ik begin... Nee, weet je, laten we ze tegelijk zien en dan begin ik met vertellen wat ik voor jou heb gekocht en jullie mogen bepalen wat het leukste cadeautje is. Ik ben heel erg benieuwd. 3, 2, 1. Een hamburger. Ik heb een freaking XL gummy hamburger. Maar wat heb jij? Ik heb een steen met een diamant erin. Een steen. Alsjeblieft, we ruilen. Een steen met een diamant erin. Oké, dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Je moet hem openen. Het plastic is niet eetbaar in tegenstelling tot de gummy. Kijk, Jaehoon gaat even een taste test doen om te kijken of de hamburger goed smaakt. Jongens, food review. Food review. We hebben hier een augurk. Dat is geen augurk, Jaehoon. Dat is sla. Oh, sla. Dat is iemand. Hij is geen groentedeskundige, jongens. Sla en baguette. En een baguette. Nou, 3, 2, 1, hop. Het is altijd zo hard, hè, jongens en meisjes, dat gummy. Dat is niet...
Hij krijgt wel eens een keer wat anders dan vlees binnen. Hij heeft sna in zijn mond. Gummy sna. Jongens, ik ga deze zo meteen in de hotelkamer testen. Als het goed is, zit er dus een diamant in. Als ik Jeroen moet geloven. En ik weet niet of ik dat moet doen. Ja, wie heeft er gewonnen? Laat het in de comments weten. Ik dacht er net aan van ja, wij weten natuurlijk nog niet wie er gewonnen heeft. Dus we houden de cadeautjes nu voor onszelf. Wat ik aan hem geef, mag hij hebben. Wat hij aan mij geeft, mag ik hebben. Dankjewel, man. Appreciate it. Nice. Oké, dames en heren. Het 1 euro cadeautje wat ik van Jeroen heb gekregen. Ik heb Jeroen een hamburger gegeven. Heeft hij van genoten. Maar ik heb hier een prachtige soort van steen. Waar waarschijnlijk een diamant in verstopt zit. Let's get it. Oh, jongens. Moment of truth. Oh, halleluja. Het is in ieder geval erg hard. Oké, jongens. Dit stokje is ervoor bedoeld om de steen open te krijgen en de diamant eruit te halen. Maar voor de zekerheid heb ik een stuk ijzer. Want ik weet niet of dit stokje gaat voldoen. 3, 2, 1. Diamant! Ja. Is niet echt de bedoeling, denk ik, dat het zo lang duurt. Ik denk legit dat ik het op geen enkele manier ga openkrijgen. Tenzij Jeyunzilla erop gaat zitten. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat we dit mee naar buiten moeten gaan nemen. En op de grond moeten gooien. In de hoop dat de diamant eruit komt. Zonder natuurlijk iets te beschadigen. En we moeten de rotzooi achteraf opruimen. Antivervuiling. Ja, ik weet het niet. Misschien dat ik, weet je, ijzer en hout werken samen. Ik denk dat ik dit legit op geen enkele manier ga. Is het echt de bedoeling dat ik met een stokje dit openmaak? Ja. Ja, dat is het. Werkt het? Nee. Jongens en meisjes, we hebben zwaarder geschut nodig. Oké, dames en heren, het moment is aangebroken. Ik heb hier de prachtige stenen waar als het goed is een prachtige diamant in verscheld zit. Openen met een stukje hout? Niet mogelijk. Openen met een stukje metaal? Niet mogelijk. Open door overbodig geweld? Waarschijnlijk wel mogelijk. We gaan ervoor. Jongens, let's go. 3, 2, 1... Er is zo'n schilfertje af. Ik ben er klaar mee. Oh, jongens, ik heb het gevonden. Ik heb literally 1, 2, 3 stukjes edelsteen of diamant. Zoals jullie kunnen zien, jongens. Voor maar 1 euro heb ik dus gewoon nep diamant gekregen. Ik sta er eigenlijk nu pas bij stil dat ik er helemaal niks mee kan. Ik denk dat er daarentegen meer diamanten in zitten. Dus let's do this one more time. Hulk smash! Ik denk eerlijk gezegd dat mijn agressiviteit niet zoveel zin heeft gehad. Jongens en meisjes, voor 1 euro heb ik wel mooie nepdiamantjes gekregen. Ja, dat is de boodschap van vandaag. Voor 1 euro kun je nepdiamantjes krijgen. We gaan door. Oké, jongens, ik ben inmiddels weer thuis aangekomen. En toen ik thuis aankwam, heeft Soraya het een en ander voor mij gesorteerd. Daaruit bleek dat ik nog een aantal snoepsoorten heb liggen die nooit in een video geprobeerd zijn. Ik moet zeggen, het wel vaker mee te maken dat ik van alles aanschaf, dus koop voor filmpjes. En dat ik er later in een keer achterkom dat ik dat nog nooit eerder heb gebruikt. In de zin van, ik koop het vandaag en volgende maand denk ik, hey, wat is dat? En dat heb ik vandaag ook. Daarom lijkt het mij een leuk idee om dat in deze vlog nog even te laten zien. Dus doe een like en let's go. Als allereerste heb ik dit. Dit is Cool Aid. En Cool Aid is een Amerikaans soort limonade. Wat je dus eigenlijk maakt door middel van water en oversuikerige stof. Dit is met de smaak van natuurlijke smaak. Oh, het is niet echt de smaak, het is natuurlijk. Zo, kwam er nou rook uit? We gaan eerst even een taste test doen. Oeh, ah, heel zuur. Nou jongens, roze to the win. Oké, het krijgt een 1 voor smaak. Het krijgt een 2 voor structuur. En het krijgt een 10 voor zuurheid. Dit is het zuurste naast mijn wiskundeleraar wat ik ooit heb gezien. Nu heb ik dit. En dit is echt typisch Amerikaans. Like, wie bedenkt het nou weer om een straaljager om te toveren tot iets wat met snoep te maken heeft? Eén ding is zeker, het smaakt niet naar een straaljager. Oké, ik heb 1 keer aan een straaljager gelikt. Het smaakt echt super fruitachtig, terwijl je eigenlijk weet dat er geen fruit in zit. Het is een soort van nepfruit. Maar wacht eens even. Ik heb zojuist de motor van het vliegtuig er. Nou ja, dit was het vliegtuigje met fruitsmaak. De eyepopper. Dit lijkt op een soort van mislukte rendier die niet mee mocht met kerst. Als het goed is, hoor je zijn ogen uit zijn hoofd te kunnen poppen. Oh my gosh, wat ben ik aan het... Er rolt een oog naar de andere kant van mijn woonkamer. Dit ziet er echt heel zielig uit. Mooie gekleurde hartjes. Oeh, het smaakt naar een banaan die 500 jaar geleden onder het zand is gevonden. Auw. Dit smaakt naar een kiwi die 500 jaar geleden onder het zand is gevonden. Ja.
Nice. En als allerlaatste, Choco Fresh. Waarom Choco Fresh? Het zit in een verpakking die minimaal nog 10 jaar goed blijft. Niks hieraan is fresh. Wat moet dit überhaupt voorstellen? Moet het een poppetje voorstellen? Of een drolletje? Let's go! De hemel is mooier dan dat ze me vertelden. Oké, eerlijk is eerlijk. Dit is wel de beste die ik in deze video heb geproefd. Maar het bevat veel calorieën. Ik ga niet nog een hap nemen. Oké. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Vergeet dan zeker weten niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Morgen om 5 uur ben ik weer terug met een nieuwe vlog op dit YouTube kanaal. Dus abonneren kan hier beneden en iets geheel gratis. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios. Deze neem ik met me mee.